ja, koningin prinses Liliana, die, ja, die is voor mij ook heel speciaal. Ik heb haar eigenlijk voor het eerst ontmoet in het gevoel samen met Ronald Jan Heijn en met Harry Dekkers. Zij benaderde mij om een sessie te doen, omdat de contactpersoon waar zij contact in hadden via een medium eigenlijk doorgaf, ga naar Ronald van de Boeken en die kan Liliana fotograferen. Dus hun zijn toen naar mij toegekomen en hebben toen sessies gedaan en gaven hun fotobestel, bleven erbij staan, lieten mij geen moment alleen, zodat het allemaal echt eerlijk is, dat het ook betrouwbaar is. En toen hebben we dus foto's gemaakt met het toestel van Ronald van Heijn en daar verscheen dus ook Juliana op. En dit is even iets anders, dan moet ik even teruggaan naar het nu. Ik voelde Juliana, dus ik denk nu een week of drie geleden op, heel sterk, dat ze aanwezig was. Ik kon haar hele schone, blauwe, zuivere energie voelen. Ik wist dat zij er was. Ik voelde heel veel liefde. En ik stelde me open. En ik had ineens iets van, nou, waarom kunnen we het niet filmen? Want misschien dat het ook wel zichtbaar wordt. Dus we kunnen foto's maken, maar ook maar eens proberen te filmen. En toen heeft Stan mij weer gefilmd. En je ziet dus hier een foto, een uitsnede van het filmpje. Omdat het anders te lang wordt. Het filmpje is dus te zien op mijn website. En hier zie je dus dat het gezicht van Juliana eigenlijk opdoemt naast mijn hoofd. Helaas is in deze tijd alles te parkeren. Dus ja, dat had ook net zo goed terug kunnen zijn. Maar ik kan nu zeggen, het was zo echt als ik hier sta. En hier zie je dus een foto waar ze ook op verschenen is. Het is ook in mijn huis gebeurd. Ook op die avond. Hier zie je dus weer. Het licht, nevel eromheen. Je ziet dus ook gewoon echt dat het een afbeelding is. Het is gewoon een afbeelding van een afbeelding. Maar wel een energie van haar die gebruik maakt van de Akasha Record. De boodschap die zij doorgaf was heel mooi. Een hele positieve boodschap. Zij gaf door. En dat ben ik echt voor gaan zitten. Ik moest echt me afzonderen omdat ik anders... Ja, te enthousiast was van de verschijnselen. Dus ik moest echt rustig voelen en even mijn stukje mens zijn loslaten en verbinding maken met haar energie. Ik haar helemaal aan haar geven, dus helemaal opzij. En toen voelde ik eigenlijk heel duidelijk dat ze doorgaf van dat Nederland een heel belangrijk land wordt in de toekomst. Ook voor het buitenland en voor Nederland. Ook toch echt wel... Ja, ook wel een soort voorbeeldfunctie. Het klinkt misschien een beetje zo van kom op mij, maar niet negatief, gewoon vanuit een liefdevol iets. En zij gaf mij ook door dat het heel goed is als mensen de komende tijd in gedachten, dus Nederland, je ziet dus Nederland, is niet zo goed te zien, maar eigenlijk helemaal in het licht zie je Nederland op de landkaart. Dat is eigenlijk wat ze mij doorgaf, van dat het goed is als mensen Nederland in gedachten op de landkaart helemaal in het witte licht zetten. Zo van, we gaan ervoor, kom op, we gaan ervoor. En dat mensen ook altijd Juliana om hulp mogen vragen. Juliana heeft op dit moment, werkt ook mee aan een plan in de andere dimensie, ook voor Nederland en ook voor elders in de wereld. Zij heeft een soort taak gekregen als een soort spiritueel leiderschap. Zij is dan een hele geschikte persoon, omdat ze altijd in bescheidenheid en in haar frisse vrouwelijke intuïtie altijd al een soort lichtstraal op zich had. En wat buitengewoon veel respect afdwong, ook van het publiek, maar wat ook zeer functioneel, haar bouw, haar geestelijke bouw is ook zeer functioneel voor de andere dimensies om naar de aarde toe te werken. Ik heb het idee dat we daar nog wel wat meer van gaan horen. En hier zie je haar ook. Dit is dus een geleende afbeelding, dit is een vrij bekende foto van haar. Zwart-wit, dit is dus verschenen in de praktijk, op het moment dat Ronald Jan Heijn bij mij was met Harry Dekkers. En hier zie je haar dus op de deur zichtbaar worden. Ja, dat is eigenlijk in één woord wil ik eigenlijk jullie allemaal natuurlijk heel erg bedanken voor jullie vertrouwen. En dat jullie de moeite hebben genomen aan deze lange dag, maar wel zeer interessante dag. Om naar mij te luisteren
en mij vertrouwen te geven en me serieus te willen nemen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ik vind dat ontzettend waardevol. Dat doet me heel erg goed. Ik kom daardoor in een warm bad en ja, dat geeft weer hoop en vertrouwen. Ik zou willen zeggen, neem het mee naar huis. Doe ermee wat u ermee wil doen, maar doe er iets goeds mee. En ik wil ook nog even iets vragen. En dan wil ik u, dat klinkt misschien een beetje raar, ik denk dat iemand een beetje verlegen wordt hier in de zaal. Maar ik wil eigenlijk een staande operatie vragen voor Roy Bosman. Want die gaat elke ochtend, of als het aanzettend zijn, om 6 uur uit zijn bed voor mij om foto's te maken. Op het moment dat ik er echt niet meer zie zitten of depressief ben en ik krijg het niet meer voor elkaar, omdat ik zo ja, somber ben dan om de afwas te doen of om uit het bed te komen, dat ik denk, laat de wereld maar achter me wegzakken, denk ik dan soms. Dan komt hij voor me op en ruimt hij op en doet hij het voor me. Hij is een stille, oprechte engel en ja, ik wil vragen om een applaus voor hem te geven. Graag willen zeggen, want we zijn inderdaad aanbeland bij het eind van het negende symposium. Ik ben blij dat u nog in grote getale aanwezig bent geweest om het verhaal van Robert aan te horen. En ik hoop dat u allemaal genoten heeft van dit symposium. Ja. Ja. Twee sprekers nog aan, het medewerkers, samen. Dank jullie wel en goede reis naar huis en tot de volgende keer.